tegen hoog opgeleide. Best wel laag opgeleid, maar goed. Merk je ook wel. Maar nee, we zijn een compliment. Wij Universiteit van het leven. Goed, nou even serieus. GroenLinks is, ja, kijk, die demografische samenstelling is niet onbelangrijk. Het maakt ook dat zij veel meer, of zich veel makkelijker met veel meer graagte profileren als cosmopolieten, terwijl ik me ook een cosmopoliet voel. Maar zij hebben de behoefte om dat steeds te zeggen, omdat ze elkaar daarop vinden ook. Mm-hmm. En natuurlijk minder oog hebben voor andere mensen die op een andere manier in het leven staan. Het maximaïsme, zullen we maar zeggen. Kijk, dat ze nu electoraal lijken een probleem te hebben als gevolg van innerlijke problemen. Dat laat ik even verder onbesproken, want ik vind politiek niet zo interessant. Politiek is veel interessanter dat onder Halsema al, en dat is voortgezet onder SAP, en die wil nog verder gaan, er een symbiose tussen D66 en GroenLinks plaatsvindt. En D66 zit in het liberale kamp, evident. Zijn op sommige punten nog liberaler dan de VVD. Dus, maar GroenLinks wil per se in dat kamp. Maar wat is er dan toch gebeurd met links-liberaal? Links gaat dan met, dat niet kan. Ja, links gaat dan met name niet over sociaal-economische onderwerpen. Links heeft dan betrekking bij GroenLinks. Daar wil die ook van GroenLinks af en wil groen worden. Het gaat met name over onderwerpen betrekking hebben op de euthanasie, op abortus. Dan zijn ze progressief links. Ja. En voor de rest zijn ze dat dus niet. En GroenLinks is steeds meer in die richting opgeschoven. En de Partij van de Arbeid zit in dubio. Moeten wij nou met de SP in zee? Ja. Onze concurrent, hè, zo wordt dat gezien, misschien wel terecht. Mm-hmm. Of moeten wij onze kansen op regeringsdeelname niet verspelen en alle opties open houden, CQ, gewoon weer kiezen voor Paars, Paars Plus of welke variant dan ook. Ja. Dat is het dilemma waar ik van de week op.